programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Vanmiddag zijn we te gast bij SOFAC in Terheide en ik heb twee vrijwilligers van het Repair Café, Erik Bouwsma en Cor van Marion. Hartelijk welkom. Cor, of Erik, waarom zijn wij hier bij SOFAC? Omdat wij hier een Repair Café gaan beginnen. SOFAC heeft aangeboden om die mooie ruimte hierachter ter beschikking te stellen. Wow, dat is een fantastische samenwerking tussen jullie. Ja, zeker. Want SOFAC gaat ons ook ondersteunen door een aantal cliënten die daar geschikt voor zijn te laten helpen met klusjes in het Repair Café. Koffiezetten, helpen op en afruimen. Zelfs iemand die een stuk administratie voor ons kan gaan doen. Dus we zijn daar erg blij mee. Dat kan ik me voorstellen. Dit is ook een heel mooi voorbeeld van hoe je met elkaar kunt integreren. Cor, mag ik jou eens vragen? We hebben het over het Repair Café, maar wat is nou een Repair Café? Ja, een Repair Café, dat is eigenlijk een plek waar mensen hun spullen kunnen brengen. Klein elektrisch materiaal of klokken of textiel. En dat wordt dan gratis gemaakt met als idee erachter dat het een tweede leven heeft. Hè. In plaats van dat we het weggooien, we noemen dat ook duurzaamheid, kunnen we die spullen weer repareren. Vaak zijn het maar kleine problemen die er zijn en hoeven mensen geen dure aanschaf meer te doen. Dat klinkt wel heel goed, hè? Zeker in het kader van duurzaamheid. Je ziet dat steeds meer mensen dat willen. Stel dat er hier nou iemand komt en die heeft toch een wat grotere reparatie. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, we hebben nog niet de ervaring. Hè. We zijn nog niet begonnen. Maar in principe doen we vooral het kleine materiaal. De kleine spullen. Mm-hmm. En dat gaan we ook goed aangeven. En we gaan tegen die tijd wel eens kijken tot hoe ver dat moet gaan. We hebben bij andere repaircafés gezien dat er soms hobbyisten bij zijn die toch het niet kunnen laten om ook toch iets verder te gaan. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Ik wil even naar Erik terug. Erik, jij bent de initiatiefnemer. Jij bent naar SWO gegaan. Je bent naar de gemeente gegaan. Ik vind dat het in een super sneltreinvaart eigenlijk tot stand is gekomen. Hè. Jij had heel snel vrijwilligers. Hoe ben je daarin gekomen? Nou, eerst een artikeltje in het Carillon. Dat hielp al onmiddellijk om een aantal mensen te krijgen. En toen hebben wij op het Groot Groenfeest in Maden een standje gehad. En daar hebben we op één dag 18 mensen vandaan gehaald. Dus dat was een groot succes. Ja. En die mensen gaan vervolgens ook weer naar hun buren en hun kennissen die dat misschien ook leuk vinden. Dus we zijn op dit moment al met 22 mensen. Wow. En heb je nog meer mensen nodig? Nou, mensen die geïnteresseerd zijn en het leuk vinden, kunnen ze altijd melden. Ja, dus mensen thuis die denken van, oh, dat heb ik gemist. Ik zou eigenlijk dat ook wel willen gaan doen. Want ja, ik denk dat je toch een andere groep vrijwilligers aanboort. Laat die vooral contact opnemen met het contactadres. Cor, ik kom even terug naar jou toe. Cor, voor wie is dat Repair Café? Alleen voor mensen uit Terheide? Nee, dat is eigenlijk voor iedereen in de wijde omgeving. Er zijn natuurlijk meerdere repaircafés. Ja, de gemeente Drimmelen, denk ik. Vooral de gemeente ook, Drimmelen, ja, daar kijken wij vooral naar. Ja. En bijvoorbeeld in Maden, dat is ook erg hieraan gerelateerd aan Terheide. Lage Zwaarden, ja, Drimmelen, exact. Wagenberg. Ja, daar is al die mensen kunnen hier terecht. Cor, wanneer wordt het repaircafé hier in Terheide geopend? Nou, het grote feest gaat op 5 oktober plaatsvinden. Dat is op woensdagmiddag 5 oktober, ja? Is de eerste keer dat we gaan starten. En als mensen op 5 oktober niet kunnen of veel later een reparatie hebben, op welke, dat was de evenweken, zei je? We gaan elke 2 weken op woensdagmiddag open en dat zijn in de evenweken. Dus 5 oktober is week 40 en dan zo week 42, 44. Ja, ik wil eventjes aan Erik vragen. Erik, jij hebt ook heel slim contact gezocht met de gemeente Drimmelen. Natuurlijk om te kijken wat er mogelijk was, wie konden helpen. Maar ook wel om wat financiële ondersteuning te krijgen. Ja, want er zitten natuurlijk altijd kosten aan vast om zo'n repaircafé te starten. Het project Samen aan de Slag heeft ons een startsubsidie toegekend van 2000 euro en daar kunnen we in ieder geval een goede start mee maken. En dan hoop ik dat het repareren is gratis, maar we zetten wel een fooiepot neer, zodat mensen die wel een vrijwillige bijdrage kunnen geven, waarmee wij dan weer onze lopende kosten hopen te kunnen betalen.
Ja, dit is eigenlijk fantastisch, hè? Mensen met de kleine beurzen. Je zegt van het is in principe gratis en heb jij toch daar wat voor over en wil je het ook mee in stand houden, dan is het fijn als je toch een bijdrage geeft. Ja, ja, overigens moeten mensen wel de onderdelen betalen, hè? Dus als er een onderdeel besteld moet worden voor een apparaat, dan moeten ze een keer erop terugkomen. Vertellen wij precies hoe ze dat moeten doen en dan zetten we het de volgende keer, vervangen we het kapotte onderdeel. Want we hebben natuurlijk niet allerlei ingewikkelde, specifieke onderdelen op voorraad. Dus het kan ook zijn dat mensen nog een keer terug moeten komen omdat je onderdelen niet hebt. Ja. De simpele dingen zullen we wel hebben, maar zekeringetjes en dat soort spul, een stekkertje. Ja. Maar als het echt ingewikkeld wordt, dan wordt het al. Dan gaan we ze precies vertellen wat ze nodig hebben en dan zetten we het de volgende keer erin. Cor, jij bent een van die vrijwilligers die zichzelf heeft aangeboden of heeft Erik aan jouw oren moeten trekken? Nee. Ik was ontzettend enthousiast na het artikel. Na het artikel al van William Broeders. Nee, van Erik in het Carillon. Ja, daar heb ik op gereageerd, naar Erik toe gelijk. Ja? Hé, ik ben geïnteresseerd. Ja? En dat komt eigenlijk omdat ik heb al mijn hele leven een maaktik. Ik maak alles, mijn hele leven al, van jongs af aan. Als het kapot is, maak ik het. En het maakt eigenlijk niet uit, computers, tv's, klein gereedschap, het maakt eigenlijk niet uit. En dit kwam eigenlijk op het goede moment. Ja, en ik ben gestopt met werken en ik wilde iets zinvols doen, iets ook een beetje iets terug doen richting de maatschappij en duurzaamheid, iets doen voor mensen die het wat moeilijker allemaal misschien hebben, lijkt mij fantastisch om zoiets te doen. En dus dit kwam als geroepen. Ja, ik vind dit een fantastisch initiatief. Erik en Cor, ik wil jullie heel. Jij wil nog iets toevoegen volgens mij. Nou ja, in ieder geval dat het niet alleen maar om repareren gaat. Het is ook een ontmoetingsplek. En de bedoeling is ook dat degene die met het kapotte apparaat komt ook meehelpt het te repareren. Je kan altijd zelf ook iets doen en je leert er ook van. Dus dat is ook een van de doelstellingen om ook het leren repareren weer een plek te geven. Dat mensen daar enthousiast voor worden. En als jij dat niet kunt, zijn jullie niet te beroerd om het te repareren voor iemand die heel oud is en zegt van ik heb reumatische vingers of weet ik veel wat. Dan gaan jullie dat doen. Nee, natuurlijk. Het is natuurlijk altijd maatwerk. Maar de intentie is van help zelf ook mee daar waar je kunt en daar leer je weer van. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken en ook heel veel succes wensen met jullie initiatief. Ik kom 5 oktober zeker kijken, want wij komen natuurlijk met de check, want ik heb jullie dus subsidie toe mogen kennen. Beste mensen, ga zeker 5 oktober hier naar SOFAC. En ja, SOFAC, super dat jullie deze samenwerking hebben gezocht. En jullie wil ik bedanken en graag tot volgende maand.